Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Dag allemaal, ik ben Carlien Groosemans. Ik ben 49 jaar, ik woon in Herkdestad. Ik ben getrouwd en ik ben moeder van 2 tienerzonen. Sinds 2010 ben ik federaal volksvertegenwoordiger en ik ben ook voorzitter van de commissie Defensie. Maar op 26 mei vinden jullie mij terug op de lijst van het Vlaams parlement. Ik sta er op de tweede plaats na onze kopman en voormalig minister van Defensie, Steven van de Put. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk lid geworden van de N-VA in 2005, heel in het begin. Toen hadden wij ongeveer 5% en ik wilde eigenlijk de partij gewoon steunen. Maar toen waren het eigenlijk vrij snel gemeenteraadsverkiezingen. En omdat ik in het onderwijs sta en redelijk veel mensen ken, hadden ze mij graag op de lijst. En ik heb dan daarin toegestemd. Ik heb toen vrij goed gescoord. Ik ben in de gemeenteraad terechtgekomen en later ook op nationale lijsten. Ik kom nu voor de 8e keer op. Ik heb een thema gekozen, defensie, wat vrij belangrijk is voor Limburg. Dat is een grote werkgever. En ja, met Safraanberg, met Kleine Brogel en met Leopoldsburg. En eigenlijk ben ik in die politieke strijd gestapt omdat ik de Limburgse belangen wat betreft defensie wil verdedigen in de Kamer. Maar ik ga nu naar het Vlaamse niveau, dus ik zal daar een ander strijdthema zoeken. Welke quote heeft u gekozen? Dat vond ik moeilijk, een quote kiezen, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor iets wat we onder de collega's regelmatig tegen elkaar zeggen. En dat is, laat het los. En dat is niet alleen zo op de politieke werkvloer, dat is denk ik bijna op elke werkvloer. Je krijgt veel kritiek, soms bagger over je heen. En we zijn met heel veel soms enorm streng voor onszelf. En we zijn te veel bezig met details. We kijken altijd maar naar het verleden in plaats van dat los te laten en vooruit te kijken. En dan zeggen we dikwijls tegen elkaar, laat het los. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb als politiek voorbeeld gekozen voor de founding father van de N-VA en huidig minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois. Waarom? Omdat hij dossierkennis als eerste klas. Hij is ook een man van zijn woord. Hij is heel rechtlijnig. Maar als je Geert dan leert kennen als persoon, dan zie je ook dat hij heel sociaal is en een heel fijn gevoel voor humor heeft. En Geert is ook een heel goede leermeester die voor hem werkt. Die krijgt eigenlijk een opleiding voor het leven. En Geert durft ook echt kansen geven aan jonge mensen. En dat vind ik super. En ik ben er zeker van dat hij de Vlaamse stem in het Europees Parlement heel luid zal laten klinken. Wat zijn uw politieke interesses? Ik hoop in het Vlaams parlement terecht te komen. En daar ben ik echt wel geïnteresseerd in onderwijs. Ik heb zelf meer dan 15 jaar lesgegeven. Eerst Engels en Duits. Ik heb Germaans filologie gestudeerd, nadien ook Nederlands in een middelbare school. En ik heb zoals zoveel van mijn collega's aan mijn hart en ziel gedaan. Ik had ook een heel fijn contact met mijn leerlingen. Maar ik heb die toestand jaar na jaar wel zien verslechteren. En ik heb ook heel veel wrevel en spanningen gevoeld, langzaam maar zeker, in de leraarskamer. Niet alleen in onze leraarskamer, in heel wat leraarskamers. Dus gewoon, de klassen zijn te groot. Er zitten heel veel leerlingen in die zorg op maat nodig hebben. Maar het is onmogelijk om die zorg te geven als die klassen zo groot zijn. Het is een enorme administratieve werkdruk. En daar moeten we echt iets aan doen. Die klassen moeten kleiner. Die planlast, die administratieve werkdruk moet verminderen. Leerkrachten en leerlingen moeten terug op de eerste plaats komen. En ik vind welzijn ook heel belangrijk. Ik ben moeder van 2 zonen. Maar er moet toch een beter evenwicht komen tussen kennis, vaardigheden en welzijn. En vanuit mijn ervaring binnen het onderwijs zou ik daar heel graag mijn schouders onder zetten. Wat kan er anders en beter in de politiek? Oké. Wat kan anders en beter? Ik heb nu 9 jaar in het federaal parlement gewerkt en ik heb daar echt wel gevoeld dat België bestaat uit 2 democratieën. Met 2 verschillende visies, 2 verschillende doelen, 2 verschillende programma's.
En de ene gemeenschap blokkeert de andere gemeenschap. En alles gaat enorm traag tot het uiteindelijk muur vastzit. En dan kom je tot een beleid wat niemand wil, tot een beleid van aanmodderen. En dat kan echt anders en daarom sta ik 100% achter confederalisme. Laten we de bevoegdheden verdelen, toekennen aan de deelstaten. En de deelstaten kunnen samen beslissen wat er nog samen kan gebeuren. En dan kom je tot geen gedwongen samenwerking, maar een vrijwillige samenwerking. En dat kan echt, dat kan beter en ik hoop dat we dat kunnen realiseren. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb gekozen voor mijn oortjes. Sommige mensen hebben overal leesbrilletjes. Ik heb overal oortjes. Waarvoor gebruik ik die? In het federaal parlement is het dikwijls enorm lawaaierig. Dat gaat van gewoon geroezemoes tot het betere roepwerk. En als je de collega die op het sprekersstoelte staat nog enigszins wil begrijpen of de nuances wil verstaan, dan gebruiken veel collega's van mij en ik zelf ook oortjes om beter te kunnen luisteren. Ik gebruik ze ook om anderen niet te storen, uiteraard als ik nog een nieuwsoverzicht 's avonds wil bekijken of een stuk van een actualiteitsprogramma. Maar ik heb natuurlijk ook nog een leven buiten de politiek en dan gebruik ik ze om, ik ben nogal Netflix-fan, dan gebruik ik ze om series te bekijken, vooral Scandinavische en Britse thriller- en detective-series. En ik ben een paar maanden geleden gestart met Start to Run. Het is de bedoeling dat ik 5 kilometer loop in 30 minuten, ongeveer 30 minuten. Ik ben er nog lang niet stap voor stap. En ik heb echt wel de aanwijzingen en de aanmoedigingen van Evi Gruijaert nodig om er te raken. Vandaar mijn oortjes.